Ja, het is mij al langer duidelijk dat de prestaties van ons team soms beïnvloed worden door die tijd van de maand. Natuurlijk is het niet aan mij als man om daar een expertise over te veinzen. Ik weet misschien wel wanneer er een ice pack op moet, maar een kersenpitkussentje, dat is toch net iets anders. Hè? Bon, dus daarom heb ik menstruatiecoach Hanna ingeschakeld. Hanna, welkom. Dankjewel. Ja. Het is mij wel nog niet geheel duidelijk waar ik uw ploeg juist mee kan helpen. Branko, jij had gisteren op de training wel last, hè, toch? Ja, ik voelde me toch zo'n beetje oververmoeid, zo minder scherp afgestompt. Ik betwijfel dat dat menstruatie gerelateerd is. Ah, ja, omdat mijn vriendin mij 's morgens uit mijn bed haalt om de vuilniszakken buiten te zetten, maar die komen pas om 12 uur 's middags aan. Dus ja, ik ben dan zo stom van erop in te gaan en er wordt dan een hele discussie en een bras. En dat mijn moeder erbij sleuren, dat ik niet goed ben opgevoed. Dus een nachtje doorslapen, het zat er niet in eigenlijk, verstaat? Wat wilt u juist van mij weten? Ik denk dat Branko wil weten omdat er ondanks haar maandstonden toch een manier is om een vorm van redelijkheid aan te spreken in zijn vriendin. Ik denk dat dat gewoon een kwestie is van goede afspraken maken. Ja, Niels? Ik heb heel de week in een vuil truitje moeten rondlopen omdat je aan mijn vriendin niks kunt vragen als hij last heeft van haar regels. Je kunt toch voor één keer zelf je was doen, toch? Dat klopt, ja. En heb ik het dan correct dat je dan zo wit en kleurwas apart moet doen? Is dat dan met een knop of zo? Misschien kun je dat even uitleggen aan de jongens? Sorry, kunnen we alsjeblieft proberen om de focus te houden op mijn vakgebied? Ik vind het belangrijk dat mijn vriendin presentabel uitziet. Ze draagt van die strakke leggings. Wat ik nice vind, hè, maar soms is dat... Ik zie het verband niet. Geweldig, kom aan, zeg daar. De hoogte van de poep, die omleiding. Dat is toch duidelijk een maatverband. Ik zie het verband niet met jullie sportprestaties. Free, vraag maar. Er zijn geen domme vragen. Ja. Als mijn vriendin haar regels heeft, heeft dat altijd heel veel zin in seks. Maar dat heeft toch geen merkbare invloed op je spel? Jawel. Mijn spel zit helemaal rood. Het is van bloed, hè. Lekkers, kom aan. Dat is geen bloed. Er is toch zo'n biologisch afval, genadinepap of zoiets? Mijn job bestaat erin om de menstruerende vrouw te begeleiden in een wereld die het vertikt om haar ook maar een beetje te accommoderen. Niet om een bende kleuters te faciliteren in hun middeleeuws wereldbeeld. Liefd zeg. Oké, jongens. Sorry. Dat was redelijk dom van mij. Ik denk dat we allemaal weten waar ik in de fout ben gegaan. Volgende keer moet ik zeker een menstruatiecoach voor de menstruatiecoach inschakelen. Hè? Dan zijn we volledig gecoverd. Dat was wel redelijk helder wat er... Bode match, hè?